Derde goal. Ik zie geen goede reden om naar Nijverdal te gaan, naar Arnhem of naar Ede of naar Koog aan de Zuid. Ook in Breda heb ik veel plezier en daarom blijf ik hier. En daarom blijf ik hier. Andere bevolking, andere, heel andere mensen, ergens anders op de wereld, die zeggen niet, ik ben de weg kwijt. Die zeggen, de weg is mij kwijt. Die gaan niet vanuit zichzelf als mens. Die gaan vanuit van zichzelf uit als bewustzijn. Dus als je uitgaat dat je bewustzijn bent, dan is dit een droom die in jou plaatsvindt. Toch? En dan is alles in je. Dan is deze bank in mij. Jij bent in mij. Ja, want jij bent in mijn droom, in mijn bewustzijn. Daar ben jij in. Als je zo heel letterlijk kijkt, als je over de weg gaat, dan blijf jij de hele tijd stil op dezelfde plek. Maar de weg beweegt onder jou door. Het komt in je bewustzijn en de weg gaat er ook weer uit. Heel andere manier van kijken, hè? Dat is nou juist. Ben je nou een mens? Ben je nou bewustzijn? Dat weet ik toch niet eens. Dat kan je niet eens met zekerheid zeggen. Maar ik vind wel het voordeel, als je ervan uitgaat dat bewustzijn is, is alles dus kleiner dan jou. En alles wat kleiner is dan jou, kan je toch niet leren. Dus ik vind dat idee van, ik ben bewust. En nou, fijn. Heel fijn. Mooi. Ja. Ja, moet je voorstellen dat je een droom hebt weggeven en dan droom je in het nachtmerrie. Ja, een nachtmerrie ben je weer weg voor een spook of buitenaardse wezen. Nee hoor, dat bleek allemaal. Natuurlijk ben je ondertussen helemaal niet de droomfiguur. Ondertussen ben je geen bed. Je droomt in dat figuurtje bed. Als je nou eens vanuit je bed naar dat figuurtje in je droom kan zeggen, hey luister, je bent er niet eens. Je bent maar een droomfiguur. Je hoeft niet bang te zijn. Het is niet echt. Dat zou wel schelen, maar het zou de droom zo veel saaier maken. Want wat heb je nou aan een draad waar je niet eens bang voor hoeft te zijn, omdat het niet echt is in de dom. Dat is net zoiets als naar een televisieserie kijken die je niet boeit. Maar misschien is dit wel een droomfiguur. Dan ben ik dit dus niet. Dan ben ik misschien gewoon een heel groot mensschepsel van droom dat ik dit ben. Nou, als ik dat nou eens zeker zou weten, nou zeg, dan zou aan de ene kant zou ik helemaal geen angst voor zijn, moeilijke dingen meer hebben. Maar aan de andere kant zou ik geen lol meer hebben. Het leven zou worden als een gelijkmatig print aan pap zonder suiker. Dus laten we nou lekker in deze droom geloven en lekker in meespelen. En met geruststelling dat er een veiligheidspal op zit. Als je er niet meer tegen kan, hey dood. Wat een geruststelling. Dus dan kan je dus overal tegen. En de dood is weer een heel nieuw avontuur. Ik heb er zo zin in. Ik vind dood gaan net alsof ik jarig word. Ik weet niet wat voor verrassing die krijgt. Prachtig. Maar blijkbaar zijn we allemaal heel erg bang voor de dood. Omdat het zo onbekend is. Nou, dat is hier niet anders toch? Elk nieuw moment is toch volledig onbekend? We denken alleen dat het op een bepaalde manier zal gaan zoals we denken dat het gaat. Maar dan kan er één keer een steen op ons hoofd knallen, dat we dood neervallen. Of in één keer kan onze man weggaan, of onze vrouw weggaan. In één keer kunnen we ontwerpen.
Het moment is onbekend. Er kan zoiets gebeuren waar je denkt, wow. Daar zijn we dan allemaal minder bang voor dan voor de dood. Door de dood is echt een grote geruststelling. Want die veiligheidsspel gaat gewoon aan. Als je niet meer tegen kan, uit. Van de noodrem. Lekker, hè? Ja. Kan ons eigenlijk niks gebeuren. Het leven is een eenvoudig spelletje. Je houdt het wel uit dat je dood. De zebra liep op het zebrapad. Hij merkte wel iets, maar hij wist niet wat. Hij keek even goed en zag wat het was. Hij zag zichzelf in een grote plas. Hij was verbaasd, zijn mond viel open. Hij dacht dat alleen Jezus hem voor water kon lopen. Uit! Dankjewel. Trots zijn op talenten die je hebt gekregen. Ben je dus een beetje trots aan het zijn op dingen die eigenlijk niet eens voor jou afkomstig zijn. Je doet iets omdat je het toevallig goed kan. Je hebt er totaal geen bijdrage aan geleverd dat je iets goed kon. Toch? Ja, maar waarom? Omdat ik het zo leuk vond, omdat ik het zo goed kon. Wat een prestatie zegt, dingen doen die leuk zijn. Van de andere kant ook, hè? Alle mindere kwaliteit, daar kan je eigenlijk ook niks aan doen. Nou, als je slappeling bent, ga dan om het minste geringste janken. Kan je dat doen? De slappeling die heeft thuis wel een paar keer gedaan. Nou, nu ga ik echt een sterke vent zijn hoor. Nou ben ik hier, man. En het eerste beste ging. Wat kan je dat doen? Heb je wel eens geprobeerd een goed voornemen uit te voeren? Hoe lang duurde dat? Oh, wat? Wauw. En hoe lukte dat dan? Ja, het was makkelijk. Oh, mijn hof komt. Voor hetzelfde geld was zo moeilijk geweest dat niet was gelukt, hè? Ja! Wauw, je hof! Heb je dat nou zelf gedaan of niet? Maar misschien heb je het alleen maar gedaan omdat het zo makkelijk was. Ja! Kan je erover op je borst lopen of niet? Ja, het kan natuurlijk altijd. Het is wel eens lekker een massage. Vooral zo lekker bij je tekens. Je hebt toch niet echt een misdaad begaan toen je die oma niet voor je liet gaan. En als je auto's op de snelweg snijdt, is dat geen oorlog, maar een kleinigheid. Laat een zwerver op straat gekurperen. Jij hoeft toch de staatskas niet te beheren. Je eigen aandeel valt best wel mee als je die ellende ziet op de tv. Dat apparaat neemt ons werkelijk rust. Zo wordt ons geweten telkens gesust. Hoe meer je naar televisie kijkt, minder je verantwoordelijk lijkt. Uit. Dankjewel. Ja, wie zit ze voor tv? Zie je al op zich. En een volgende dag zijn jullie dan die asociale idioot op straat. Ja, toch? Ik snap eigenlijk überhaupt niet waarom mensen tv kijken. Dit is de enige reden die ik heb gevonden, maar het lijkt me een beetje ver gezocht. Ik dacht, waarschijnlijk kijken mensen tv omdat ze te weinig inspiratie hebben. Anders kun je dat niet doen. Ja, als je ergens zin in hebt, je gaat dat doen, je vindt het leuk, dan doe je de tv toch niet aan. De tv doe je toch echt alleen maar aan als je niks beters te doen hebt. Dan een bagger er langs komt, joh. Ziek maak het afval en het slurpen we maar allemaal op. En ondertussen worden we erdoor gehersenspoeld.
Natuurlijk, omdat we zo gewend waren dat we zo werden gehersenspoeld. Ten slotte zijn we vervolgens vaderenmoeder gehersenspoeld, onze school gehersenspoeld, net zo lang gehersenspoeld, dat we echt niet meer wisten wat we samen leuk vonden. Dus dan doen we dan maar een baan wat zo, waar je vanzelf in rolt, zoals men dat zo mooi zeggen. En als je pech hebt, is het een job. En die doe je dan de rest van je leven. En als je geluk hebt, dan heb je een fijne job en die doe je ook de rest van je leven. Klaar. Zo raar, hè, dat mensen allemaal worden geboren als volledig unieke individuen. En ondertussen worden ze zo getraind en verwachten ze zelf ook zo dat ze zoveel mogelijk lijken op alle anderen. Waanzin, hè? Echt een gekhuis hier, hoor. Echt een gekhuis. Mensen vinden mij gek, maar ik vind mezelf eigenlijk normaal. Ja. Zal ik nog een keertje draaien? Nee, nee, ga niet. Ja, bij de koffie. Ja, bij de koffie. Ja, oké, zie ik en dan is het koffie. Sorry. Mevrouw gaat op bezoek bij haar buurvrouw Nel. Ze gaat op de koffie, want dat smaakt hun wel. Wat gebruik jij veel suiker? Zegt Nel tegen mevrouw. Je wordt er echt dik van, je jurk zit nou op nou. Ach, wat geeft dat, zegt mevrouw. Ik vind die koffie lekker zo. En als mijn jurk straks de krap zit, krijg jij hem van mij cadeau. Ja, dan laat je het waar het gewoon wezen wordt, hè? Iemand die probeert jou blijkbaar in te drukken om zelf wat meer ruimte te krijgen, zich beter te voelen. Het is eigenlijk gewoon uitgevonden, het allemaal meer op vind me lief, geef me ruim voor mijn bol. En het komt er in de meest persoonlijke krankzinnige manier uit. Ja. God heeft zoveel mensen gemaakt. Er zijn er niet veel gelukt. Denk niet dat hij het scherm staat. Hij gaat eronder gebukt. Hij wil het zo graag leren. Hij blijft het maar proberen. Bewegen maken gaat het wel. We kunnen ze heel erg goed. Maar snugger krijgt gelukkig niet snel. Hij weet niet hoe dat moet. Hij wil het zo graag leren. Hij blijft het maar proberen. En dat daar gaat hand. Want er is geen prullenmand. Uit! Eigenlijk mooi is gewoon onszelf en andere mensen gewoon lekker als mispaksels te zien. Want als je een mispaksel bent, nou, dan kan je er ook niks aan doen. Maar je kent het effect met een verstandelijk genie.